In deze video leg ik uit wat je allemaal moet instellen in Procreate als je je illustratie wilt laten afdrukken. Hallo, ik ben Bijka en ik maak tutorials over teken- en schildermaterialen. En deze keer dus de digitale teken- en schildermaterialen uit je telefoon. Hoe krijg je dat gepubliceerd? En daarvoor open ik Procreate Pockets. En dan kom ik als eerste uit in mijn archief. Daar staan dus al de tekeningen die ik heb gemaakt. Daar voeg ik een nieuwe tekening aan toe door op het plus-icoon te klikken. En dan kom ik uit bij Nieuw Canvas, oftewel een nieuw doek, een nieuw stuk papier om een tekening op te maken. Procreate heeft al standaard een aantal formaten klaargezet. Die kun je dus zo gaan gebruiken. Maar je kan ook je eigen formaten gaan ingeven. Hier zie je dus al voorbeelden van formaten die ik zelf heb aangemaakt. Dat doe je bij Custom Size, hier bovenin. En dan kom je uit bij Dimensions, oftewel de afmetingen. En dan kun je dus ingeven de breedte en de hoogte. En dat staat standaard op pixels ingesteld. Maar je kan dat ook in inches, centimeters of millimeters aangeven, wat jij het handigste vindt. Ik ga naar millimeters en ik ga een vierkant ingeven, 100 bij 100 millimeter, oftewel 10 bij 10 centimeter. Daaronder staat de dpi, oftewel de dot per inch, en die staat op 150. En het maximum aantal lagen, dat staat op 250. Nou, die dpi die moet dus omhoog naar 300 om ook je werk te kunnen laten afdrukken. En dan zie je dat het maximum aantal lagen naar 92 is gegaan. Die dpi en het aantal lagen wat je kan gaan gebruiken, die staan dus in verhouding met elkaar. Nu is mijn advies, beperk jezelf in het aantal lagen en zet je dpi zo hoog mogelijk, zodat je later je afbeelding ook nog groter kunt laten afdrukken. Ik heb namelijk zelf nooit 92 lagen nodig om in te gaan tekenen. Met het tekenwerk wat ik maak hou ik minimaal 4 layers aan en maximum 12. Dus mijn dpi kan behoorlijk omhoog. En daar kan je dus mee gaan spelen om te kijken waar je dan op uitkomt. Ik heb 800 dpi nu ingegeven met een maximum van 9 lagen die ik kan gebruiken. Dat vind ik zelf voldoende. Het is aan jou om te bepalen hoe jij tekent of jij dat ook zo vindt. Maar hou in de gaten als je aan het begin je dpi zo hoog mogelijk zet, daar heb je later profijt van. Naast de dimension staat je color profile. Oftewel je kleurenprofiel. Die staat nu nog op RGB, dat zijn de beeldschermkleuren. Maar omdat je je werk wil laten printen, moet je naar de CMYK. En dan staat het Generic CMYK profiel geselecteerd. En dat is ook vaak voldoende om je werk in aan te leveren. Maar overleg dit dus met je drukkerij welke kleurenprofiel je moet selecteren. Naast de color profiel staan de timelapse settings. En die hebben dus niets te maken met het afdrukken van je tekening. Maar hier wordt de kwaliteit bepaald van de video die Procreate opneemt als je aan het tekenen bent. Standaard staat die op 1080 en op een goede kwaliteit. En dat is voldoende als je je video wilt publiceren op social media. Wil je de video nog gaan bewerken? Dan kun je bijvoorbeeld naar 4K gaan en de kwaliteit verhogen en je kan ook nog besluiten dit te selecteren. Als laatste kom ik uit bij de Canvas Properties, oftewel de eigenschappen van je papier. Die kun je ook een naam geven en dat ga ik als eerste doen. Ik geef het formaat aan, dat was 10 bij 10 centimeter. Centimeter. Ik geef aan het aantal dpi, dat is 800, en het aantal lagen was 9. En op deze manier weet ik dus wat de eigenschappen van mijn
papier zijn waar ik op ga tekenen. Hieronder zie je de background color staan. Die staat standaard op wit, je achtergrondkleur. Maar die kun je dus ook aanpassen. Dat kan handig zijn als je een heel project hebt en je wilt steeds zeker weten dat dezelfde achtergrondkleur staat ingesteld. Ik selecteer voor dit project een soort rozige tint. Ja, ik denk dat dit wel een mooie kleur is. Je kan ook background hidden selecteren. Oftewel je achtergrond transparant maken. Dat ga ik nu niet doen. Ik heb zo alles ingegeven, dus ik kan op done klikken. En je ziet gelijk je roze tekenvel. En dat kun je hier ook controleren. De background color staat dus op roze. En je kunt ook gelijk dus beginnen met tekenen. Dit is even een heel simpel voorbeeld. Maar dan kan ik je nu laten zien hoe je dit kunt delen, hoe je het kunt exporteren. Dat kan op twee manieren. Als eerste bij Modify, hierbovenin. Selecteer je het sleuteltje, dan kom je hier uit. En dan staat er onderin Share Image. Je tekening delen. En dat kan dus in verschillende bestandsformaten. Overleg met je drukkerij hoe zij het aangeleverd willen hebben. Naast het Share Image staat ook Share Layers. Dat is in dit geval niet van toepassing. Je lagen apart exporteren. Dat kan dus nog van pas komen. Weet dat dat dus hier staat. Je kan ook nog je tekening op een andere manier exporteren. Dan ga ik naar het archief. En dan zie je hem hier staan. En als je dan naar links swipt, dan zie je weer Share bovenaan staan. Met dus alle bestandsformaten. Op deze manier kun je ook je afbeelding exporteren. Ik ga het werk ook nog even een naam geven. Wil je er nu nog een tekening bij maken met dezelfde instellingen, dan kun je dus weer plus selecteren en dan kom je uit bij nieuw canvas en scroll je dan naar beneden, dan zie je je canvas staan wat je net hebt gemaakt. Nou, die wordt standaard onderin gezet. Ik wil hem graag bovenin plaatsen, dus ik selecteer hem en sleep hem naar boven en laat hem los. Nu wil ik de naam nog graag veranderen. Ik wil er roze achter zetten. En dat ga ik doen door naar links te swipen. En dan kan ik hem dus helemaal wissen. Maar je kan hem ook gaan aanpassen. En dat is bij Edit. Nou, die selecteer ik. En dan zie je dat je weer op dit veld uitkomt waar je alles weer kunt gaan wijzigen. Ik ga naar Canvas Properties. Want ik wil de naam dus wijzigen. En dan kan ik hier dus roze achter zetten. Nou, klaar. Kijken we dan nog even. Ja, dan zie je hier dus staan dat kleur er ook achter staat. Nu ben ik er tevreden over. Nu je de technische instellingen goed hebt staan, kun je je weer richten op het creatieve proces. En een groot voorbeeld van een kunstenaar die al heel vroeg de iPhone en iPad art omarmde en daar heel veel creativiteit in kwijt kon tot op de dag van vandaag, is de Britse kunstenaar David Hockney. En dat is geen millennial. Nee, dat is iemand uit 1937. En hij heeft al gewerkt in heel veel verschillende technieken. En ook de fotografie en het filmen, het werken op de iPhone en op de iPad, hij integreert alles. De ene keer maakt hij een kunstwerk op de iPhone en de andere keer gebruikt hij de iPhone om schetsjes op te maken, composities te bepalen voor onwaarschijnlijk grote olieverfschilderijen. Heel inspirerend om te volgen. Vind jij het leuk om mij te volgen? Mag ik je dan uitnodigen om je te abonneren? Dan help je mij om deze video's te blijven maken. En druk ook even op het belletje ernaast. Dan krijg je elke keer een melding als ik een nieuwe video online zet.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Plaats ze dan in de comments. Ik ben hier heel nieuwsgierig naar. Tot zover. Blijf experimenteren en tot de volgende keer.